Meneer de eerste minister, hou er mee op. Het is genoeg geweest. Stop ermee en laat de kiezer nu oordelen. Therapeutische hardnekkigheid waarmee deze regering kunstmatig in leven wordt gehouden, die tart alle verbeelding en zorgt ervoor dat de publieke opinie zich definitief afkeert van de politiek. Collega's, de voorbije dagen werd door Louis Michel een halve staatsgreep, een coup d'état, meneer de eerste minister, gepleegd. Marrakesh-regering vertegenwoordigt nauwelijks 1 op 3 van de kiezers, vraagt het vertrouwen van het parlement niet en doet verder alsof er niks gebeurd is. En ondertussen, dames en heren, van dit halfrond, laat dit parlement, en ik zeg het ook aan u, meneer de voorzitter, laat dit parlement zich reduceren tot een toch wel zeer duur betaalde debatclub. Vandaag geldt het volkse gezegde: wij drinken een glas, we pissen een plas en alles blijft zoals het was. En dit parlement doet mij denken aan het Spaanse parlement op 23 februari 1981. Toen probeerde een zekere kolonel Tejero van de Guardia Civil de macht te grijpen en hij sprong op het spreekgestoelte van een parlement als dit in Madrid en hij schoot 3 keer in de lucht en er viel wat plaster naar beneden en al de grote democraten, al de Spaanse parlementsleden, die deden in hun broek van schrik en lagen allemaal plat op hun buik achter hun bankjes. Niemand durfde recht te staan. Niemand durfde zelfs nog maar Tejero erop te wijzen dat hij een staatsgreep pleegde en dat zij de democratie uiteindelijk ook fysiek wilden verdedigen. Vandaag schiet de coupleger alleen maar in zijn eigen voet, niet eens in het plafond. Maar de parlementsleden die liggen ook plat achter hun bankjes, verlamd van de schrik. Niet van de premier, maar verlamd van de schrik, meneer Peters, van de kiezer. U hebt schrik van de kiezer. En daarom durft u vandaag het debat niet voeren zoals het zou moeten gevoerd worden. Met moties over het al dan niet ontslag van deze regering. Daarom verschuilen wij ons alsof we aan de toog van een café zitten achter een gedachtenwisseling. Wij gaan vandaag van gedachten wisselen. Zodanig dat Michel nog wat tijd kan winnen tot na het fameuze vergadering van de Verenigde Naties woensdag op 19 december in New York, waar het pact ook door dit land definitief kan goedgekeurd worden. En ik betwijfel trouwens, meneer de premier, in hoeverre uw kabinet van lopende zaken zelfs nog maar in de wettelijkheid verkeert om dit pact bindend te onderschrijven voor ons land. En de Raad van State zal zich, we hebben zo pas bericht gehad wat dat betreft, maandag uitspreken over ons dringend verzoekschrift ter zake. We zullen zien wat de Raad van State daarover te vertellen heeft. Maar collega's, is het u niet opgevallen, mij in ieder geval, dat 95% van de tijd van dit debat en van de discussies van de voorbije dagen gingen niet over het Marrakesh-immigratiepact, maar gingen over het statuut van de regering, gingen over de interpretatie van de grondwet, gingen vooral over de vraag hoe wint mijn partij, uw partij, uiteindelijk de volgende verkiezingen. En ook N-VA-fractieleider De Rover heeft vandaag met geen woord over dat fameuze pact waar het toch allemaal over te doen was gesproken hier. Collega's, stop dit circus. En iedereen moet de vraag stellen wie heeft baat bij deze vaudeville. Wie betaalt uiteindelijk de rekening voor dit alles? Terwijl de N-VA zijn handen ondertussen in onschuld wast en kiest voor de oppositievlucht vooruit, doet Michel alsof er niks gebeurd is. De kiezer betaalt het gelag, dames en heren, volksvertegenwoordigers. Want Marrakesh komt er zeker
nu er geen actie meer wordt ondernomen. En voor mij is vandaag niet de val van deze regering prioritair, ik zeg het nogmaals, maar wel de val van het Marrakesh-pact. Maar als de regering definitief moet vallen om onze Belgische steun aan Marrakesh ongedaan te maken, dan is dat maar zo. Waarom anders deze crisis, waarom anders het ontslag van de grootste meerderheidspartij, de N-VA uit de regering, waarom anders heel deze charade, heel deze vertoning. En ik roep dan ook de N-VA op om onder geen enkel beding deze Marrakesh-regering te steunen of zelfs maar te gedogen. Deze regering vandaag ten val brengen, vandaag of minstens voor 19 december een motie van wantrouwen stemmen en nieuwe verkiezingen organiseren op termijn, betekent dat ons land het Marrakesh-pact niet kan en zal onderschrijven. En daar gaat het mij in ieder geval toch om. Stem dus deze fake regering naar huis. Geef aan Michel zijn C4 wegens onbekwaamheid en laat, zoals dat gaat in een democratie, meneer De Waal, laat de kiezer beslissen. Of hebt u, en dat blijkt toch uit wat ik hier allemaal heb gehoord, hebt u schrik van de kiezer? Hebt u schrik van het oordeel van de kiezer? Vraag de kiezer zijn mening, meneer Beke, in plaats van u te isoleren van de kiezer en u op te sluiten in deze ivoren toren. Laten we in plaats van naar onze eigen navel te staren, wat we nu al weken doen, het debat voeren over de immigratiepolitiek. En gisteren, dames en heren, we hebben een minuut stilte gehouden, terecht. Gisteren kon u de gevolgen van het Marrakesh open grenzenbeleid in de praktijk zien. Kon u de gevolgen van de multicultuur die het gevolg is van het Marrakesh-pact, meneer de premier, in actie zien in Straatsburg. Islamitische terreuraanslag, de zoveelste met 4 doden, tientallen gewonden. Wie via de massa-immigratie à la Marrakesh de islamitische kindsoldaten importeert, moet niet verwonderd zijn dat we in Europa een volwassen oorlog tegemoet gaan. En mevrouw De Blok, die als kersvers minister van Migratie al onmiddellijk symbolisch als activistische multiculturele militante de beslissingen van de vorige staatssecretaris terugschroeft, moet niet verwonderd zijn als je de voordeur van ons huis openzet op zijn Marrakesh's voor steeds meer asiel- en gelukzoekers. Moet niet verwonderd zijn als langs diezelfde asielzoekers langs de achterdeur verdwijnen met de huisraad en het spaargeld. Meneer de premier, ik rond af, u zei in Marrakesh dat België aan de juiste kant van de geschiedenis staat. U stond maandag, dames en heren, die het Marrakesh-pact steunen. U stond maandag aan de kant van die landen die geapplaudisseerd hebben voor u, meneer de premier. Aan de kant van Iran, aan de kant van Saoedi-Arabië, Qatar, Angola, Zimbabwe, Eritrea, Congo, Cuba, Turkije, Somalië. Landen die niet alleen het Marrakesh getekend hebben, maar net als België hele of verkapte dictaturen zijn. U mag dan, meneer de premier, uzelf op de borst kroppen en zeggen dat u aan de juiste kant van de geschiedenis staat. Wij, met onze fractie, staan met onze Europese partners aan de juiste kant van de toekomst. De toekomst die niet bepaald wordt door islamitische en derde werelddictaturen die u steunen, maar door grote democratieën zoals de Verenigde Staten van Amerika. Zoals Italië, Oostenrijk, Polen, Hongarije, Australië de Winter, en andere landen. Uw tijd is om. Meneer de premier, probeer op zijn minst, en ik roep vooral de volksvertegenwoordigers hier op, om op zijn minst de moed van uw overtuiging, van uw democratische overtuiging, u niet te laten framen in een gedachtenwisseling. Maar durf nee en jet en basta te zeggen aan de halve koe die de premier heeft gepleegd, laat er uiteindelijk zorg voor dragen dat dit parlement de primoteit van de politiek en van de democratie uitstraalt. Laat ons de vertegenwoordigers zijn van het volk en stuur deze regering naar huis. Schrijf verkiezingen uit en laat het volk oordelen.